Soms lijkt het wel of er wiet of zo in zit, maar gisteravond was ik helemaal high, hoor. Ik ben de oudste postbezorger van Nederland. Zo'n oude kerel als ik moet niet gewoon zitten, want dan krijg je last. De nieuwjaarsborrel drink is ook altijd gezellig. Ik zou maar niet zeggen hoe vaak ik in de snoer heb gelegen. Nou, het is echt waardeloos. Ik ben Sies de Jong, 63 jaar. Hé hey Bert, schiet een beetje op daar. Ik ben Bert de Jong, ik ben 63 jaar. Oh ja. Ik ben 45 jaar bij de post. Samen met mijn broer, ja. Hoe is dat? Ja, leuk. Ja, wel geinig. Het is eigenlijk wel apart. Het werk beviel ons altijd heel goed. Het buiten zijn en... Ja, contact met mensen en zo. Mensen die praktisch elke dag tegenkomt, waar je wel eens koffie drinkt. Dan blijf je op een gegeven moment plakken, hè, als het je bevalt. U bent eeneiige tweeling? Ja, klopt. Halen ze jullie wel eens door elkaar? Je vroeger eigenlijk meer, ja. Toen leek me wat meer op elkaar. Maar echt mijn eigen collega's en die collega's van Sies, die houden ons wel uit elkaar. Wie van jullie is nu ouder? Sies is 5 minuten ouder, als ik. Ze wisten niet dat ik zou komen. Toen waren ze nog geen echo's. Daar gaat hij dan. Hoe lang ben je nu bezig met je ronde? Nou, ongeveer... Anderhalf uur. Ja, anderhalf uur, zoiets. En dan zit de werkdag erop? Dan zit de werkdag erop, ja. Nou, groetjes, hè? Ja, beste. Ik zie je. Beste. Raymond, we staan hier in het postsorteercentrum van de TNT. Jij bent bedrijfsleider. De post is zojuist binnengekomen. Wat gebeurt er dan mee? Ja, de post is net binnengekomen in ons sorteercentrum. Van daaruit wordt hij door de lorryrijders hier naar binnen gereden. Hier in deze machine worden de zakken geleegd. En daarin wordt de post uit elkaar gehaald. In de eerste sortering doen wij het land scheiden van de regio. Mm-hmm. En in de tweede sortering doen wij de regio. Ja. En wat doe je hier? Post sorteren. Handmatig, ja. Dit is allemaal afval van machines wat niet door de machines kan. En dan wordt hier allemaal... Wij zijn de afval. De dump. De dump. Ja. Ben je nog nieuwsgierig wat erin zit in de post? Soms wel, ja. Ja? Ja, en soms... Ja, nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen voor het is weer... Soms lijkt het wel of er wiet of zo in zit, maar gisteravond was ik helemaal high, hoor. Ik kom nog uit de tijd dat er nog geen postcode bestond. Dus dat is echt heel lang geleden. Welk jaar is het? 1643? Ik ben 1 december 1980 begonnen, dus ik werk hier al 29 jaar in part-time verband. Ik kwam bij ons aan de postcode. Ik denk in 86, 87, denk ik. Fout. In 1977 is de postcode in Nederland ingevoerd. De eerste 2 cijfers geven de regio aan, de laatste 2 cijfers de wijk. De 2 letters geven de buurt en de straat aan. Saillant detail, de lettercombinaties SA, SD en SS worden niet gebruikt. Vroeger, toen ik begon, heb ik ook een opleiding gehad van 6 weken was dat toen. En dan moest je bijvoorbeeld alle kleine plaatsjes rond Almelo kennen. Bijvoorbeeld Adorp, dat hoorde bij Almelo. En heb je nou ook dat je al die postcodes uit je hoofd weet? Heel veel wel, want als jij iets tegen me zegt van een van de plaatsen, dan weet ik meestal de postcode. Niet helemaal exact, maar ik weet wel waar het mee begint. Raymond, we zijn weer terug bij af. Ja, hier zijn we begonnen, hier kwam de post binnen. Ja, klopt. En nu? Nou, nu staat het netjes in rijen. De mensen die hier gaan dus de Ach, post. Wat maakt het uit? Die post die komt heus wel aan, joh. Overal waar Siep vandaag komt, wordt hij in het zonnetje gezet. En vanmorgen al op de Keppelendijk werd ik verwelkomd door de kleinkinderen, de kinderen, allemaal in klederdracht. Fantastisch. Ja, hier ben ik al die kinderen nu zo. Siep bezorgde 38 jaar lang de post, waarvan de laatste 20 jaar in de wijk Zuid-Esmarken in Enschede. Hij kijkt er met veel plezier op terug. De nieuwjaarsborreldrink is ook altijd gezellig. Hij bij de boeren kwam dan en zo en dan kwam hij weer terug. Nou, ik zal maar niet zeggen hoe vaak ik in de snoer heb gelegen. Met de fiets dan, hè? Ga je hem nou missen als collega? Absoluut. Vooral met zijn humor en dergelijke en hoe hij alles aanpakt, ja, ga ik hem wel missen. Ik mis het echt. Ja, dit is de laatste. Ja, Trons brengt me in de hoek. Maar geniet er mooi van. Ja, dat zal wel lukken. Dank je wel. Na vandaag gaat Siep vooral genieten van zijn kleinkinderen. Die al bijna klaar zijn om zijn taken over te nemen. Hi, hallo. Zo'n oude kerel als ik moet niet gewoon zitten. Want dan krijg je last. Lekker in beweging blijven, dat zegt de dokter trouwens ook. Ik ben de oudste postbezorger van Nederland. Ik ben nu 85 jaar.
Dat postbezorgen doe ik nu ongeveer 13 jaar. Ik vind het leuk om te doen. Je bent buiten. En als ik in huis ga zitten kniezen, dan dat is ook niks waard. En dit levert nog een paar centen op ook nog. Dit is Zwolle-Zuid. Ittersumme Broek noemen ze het ook wel. Het is wel een hele rustige buurt. Geen trammeland, dronken mensen en drugsgebruikers en al dat spul, dat heb je hier niet. Die sociale contacten vind ik wel belangrijk. Dat kaartje heb ik gekregen van een mevrouw hier uit de buurt. Op dat kaartje schrijft ze dan onder andere: bedankt voor alle jaren dat u post bezorgt. Door weer en wind, door warmte en gladheid. Een gezellig woord, een mooi verhaal en een luisterend oor. Nou, en dat streelt me wel dat ze dat zeggen. Ja, ze waarderen me echt hier in de buurt. Hoe lang denkt u dat u het nog blijft doen? Zolang als het machientje, en daar bedoel ik mijn lichaam mee, zolang die het blijft doen, blijf ik het ook doen.